Ja, vrienden, nou hebben we het hele gedoe gehad over The Voice. Dat is nu een jaar geleden. En het AD die hebben daar dus een heel groot verhaal over geschreven. En nou, wat blijkt nu? Dat iedereen, bij alle bedrijven in Nederland en overal waar mensen werken, die lopen allemaal naar vertrouwenspersonen toe. En iedereen trekt nu, massaal, trekken ze allemaal aan de bel. En hebben allemaal wat te vinden en te klagen en willen allemaal de omgangsvormen weer herzien en alles moet weer anders en dingen die normaal waren zijn nou niet meer gewoon en die hele woke afdeling die is in dat gat gedoken, vrienden, na die Voice. En die denken bij zichzelf, oh, we gaan eens even lekker allemaal een beetje slap zitten doen. En een beetje lopen neuzelen. Want het is het gewoon. Het is werkelijk om gek van te worden, beste vrienden. Je zal maar een bedrijf hebben met allemaal van die neuzelaars. Bijvoorbeeld, als mensen vroeger tegen elkaar zeiden, je deed iets fout. En dat staat al, hè, is er onderzoek. En dan, dat ze dan pannenkoek tegen elkaar zeggen. Pannenkoek! Nou, je kan toch niet braver en keuriger beledigd worden dan met het woord pannenkoek. Als dat dan gebeurt, hè, nu, dat ze dan weer pannenkoek tegen elkaar zeggen, dan moet je daar even met elkaar over in gesprek. Over pannenkoek, vrienden. Nou, daar word ik dus knettergek van dit soort gelul gewoon. Pannenkoek. En wat blijkt ook, uit al die onderzoeken, heel veel van die klachten komen dus van vrouwen over mannen. Maar ja, en die mannen zijn dan de pineut. Want is dat verhaal van zo'n vrouw dan altijd waar? Ja, in de meeste gevallen wordt dat gewoon maar aangenomen en geloofd. Maar hey, soms ook helemaal niet. Nee, en het is altijd maar de helft van de waarheid. En die mannen worden meestal gewoon, hup, dan maar snel of ontslagen of op non-actief gesteld. En noem het maar op. En ook op de werkvloer is het gewoon heel anders geworden, vrienden, ineens. Ja, hoe vind je die nou? Heel anders. Kunnen we nog wel dingen gewoon zeggen die je vroeger zei? Of kan je nog wel eventjes gewoon even zo'n handje om een schoudertje leggen? Of even nog... Ja, of gewoon dus nooit in het voorbijlopen. Gewoon leuk even hier een zoentje op een wang en door. Nee, dat is allemaal... Dat moet allemaal nu besproken worden. Weet je wel. Dat is zo werkelijk op de gillen allemaal. Ja, en iedereen wil zo'n beetje de gelijke zijn van elkaar. Waarom? Waarom wil je de gelijke zijn? Het is niet handig als gewoon iemand gewoon de baas is. Die gewoon zegt, we gaan morgen linksaf en de dag daarna gaan we rechtsaf. Dat is handig, vrienden. En dat werkt snel en effectief. En dan blijkt ook nog eens een keer in de zomer, hè, dan hebben ze allemaal van die vrolijke bedrijfsborrels, dat er dan ook versierpogingen zijn. Op kennelijk bij die borrels. En mislukte versierpogingen, die worden ook al aangegeven. Ja, dat mag dan ook niet meer. Vrienden, wat is er mis met gewoon de versierpoging? En vroeger... Alle mannen die hier zitten te kijken en ik, we hebben allemaal ons keurige blauwtje gelopen. En niet één, meerdere blauwtjes. Ja, vrienden, ja, ja. Dat je gewoon inzet en je probeerde te versieren. En dan ging het niet door, zoals dat heet. Omdat die vrouwen in die tijd, die zeiden gewoon, nee. En dan moeten ze tegenwoordig, moeten dat die vrouwen weer geleerd worden. Om gewoon nee te zeggen. Ha, vrienden. Ik zou zeggen, schiet mij maar lek.